Goedemiddag jongens en welkom bij een nieuwe vlog. Ik kom net thuis van werk, het is maandag en het is 10 uur 's avonds. Ik wilde niet met nootjes. Oké, maakt niet uit. Ik trakteer gewoon mezelf even op een ijsje. Ik kom net van werk en ik heb net wat gepost op Instagram Story. En ik weet niet of ik het in de vorige vlog heb verteld of in een andere vlog. Maar ik ben allemaal materiaal kwijtgeraakt om mijn YouTube video's. Ik heb 2 banen, om het zo te zeggen eigenlijk. Ik ben net gestopt met mijn studie. En ik wil graag fulltime YouTuber worden. Ik steek dat niet onder stoelen of banken. Dat is gewoon mijn doel. Dat is gewoon mijn droom. En daar ga ik voor. Maar ondertussen aan het pay my bills. Dus wat ik doe is, ik ben net afgestudeerd in marketing. En ik doe dus de marketing en communicatie bij marketing en PR bij Kelsha. En sinds kort help ik Suhela van House of Breads ook een paar uurtjes in de week met haar bedrijf. Dat doe ik dus in de week. Ook maandag. Werk ik van 10 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. En vandaag ben ik dan iets langer gebleven. Dus daarom ben ik wel later thuis. En ik werk elke woensdag en elke vrijdag. Dit betekent dat ik dus het weekend voor mezelf heb. De avonden na werk. En de dinsdag en de donderdag. Ik film dus alles vooruit. Ik film soms op een dag 3 video's. En dat is echt van ochtend tot in de avond knallen met video's. Daarnaast moet ik nog looks doen. En daarnaast heb ik nog mijn outfitfoto's. Ik geniet ervan. Ik klaag niet. Ik vind het heerlijk dat ik dit mag doen. En dat ik zover ben gekomen na 2,5 jaar. Maar ik ga niet liegen. Af en toe is het best wel zwaar. Want ik moet nu gewoon mijn rekeningen betalen. Maar ik streef er ook naar om dit fulltime te mogen doen. Ik ben heel perfectionist met mijn video's. Dus ik was gewoon een beetje in de dip. Omdat ik me al mijn materiaal kwijt was. Dus ik heb net geplaatst op Instagram van, hey jongens, dankjewel voor al jullie support. Want soms ben ik ook echt een paar dagen afwezig of zo. En dan krijg ik nog steeds super lieve comments en reacties en whatever. Dus jullie support is sowieso altijd en ik waardeer dat enorm. Dus ik heb dat even op Instagram geplaatst. En ik kreeg er gelijk van reacties van, je hoeft je niet te verantwoorden. Maar ik verantwoord mezelf niet, want ik hou er gewoon echt van om open met jullie te blijven. En straight up van, luister, dit is wat het is. Ik ben wel een influencer, maar mijn leven is echt niet... bloemetjes en leuk outfit filmpjes maken en alleen mooi zijn op Instagram. Ik moet gewoon nog steeds hard werken voor mijn geld. Niet dat influencers dat niet doen, maar ik heb dus niet al mijn uren te besteden aan YouTube, helaas. Wat wel het doel is. En Instagram. Maar I'm getting there. Het komt eraan. Maar dat is een beetje wat nu on my mind is. Ik probeer ook gewoon nu te vloggen als ik zeg maar niet... me niet helemaal lekker in mijn vel voel. Niet omdat ik vind van, oh, jullie moeten zien hoe zielig ik ben. Maar ik vind ook gewoon dat het gewoon eerlijk is als jullie ook gewoon zien hoe het door de week is. Ik zit hier met mijn ijsje om 10 uur 's avonds naar werk. Morgen heb ik allerlei afspraken. Ga ik proberen te filmen. Heb ik een shoot. Ga ik iemand helpen ook weer om een shoot te doen voor een bedrijf die ze gaan opstarten. Dus dat doe ik gewoon. Ga ik gewoon doen. Ik ga nu even lekker slapen, ik ga even lekker douchen, ik ga me even lekker omkleden. Ik ga mijn slaapbank even uitklappen en dan ga ik me gewoon even relaxen. En morgen is weer een nieuwe dag. Heb ik nog wat te vertellen? Nee. Ik zou ook nog wat vertellen over positiviteit. En ik vind het soms best wel lastig om daarover te praten, maar het best wel... Heel persoonlijk is dat heel veel mensen kunnen dat misschien zweverig vinden. Dus hopelijk deze week kan ik daar iets over vertellen. Maar wat ik dus al eerder in mijn vlog had gezegd is... Ik doe 1 uur voordat ik ga slapen, doe ik mijn telefoon weg. Even helemaal zen, even helemaal tot mezelf komen. Dan schrijf ik 5 dingen op waar ik dankbaar voor ben. En 5 doelen waar ik dankbaar voor ben. Maar dan in, ik schrijf het op alsof het al is gebeurd. Ik gooi bepaalde dingen gewoon het universum in. En ik... Ja, ik weet niet of mensen ervan hebben gehoord. The Secret, ik ben er heel veel mee bezig. Dat in ieder geval, misschien ga ik daar meer over vertellen. Als je nieuwsgierig bent, kun je gewoon op internet opzoeken. The Secret. En dan lees je daar meer over. Het is geen secte, het is geen geloof. Het is gewoon een soort van way of life. Daar ben ik van mee bezig. Momenteel ben ik ook iets aan het regelen voor mezelf. Ik hoop heel erg dat het doorgaat. Ik durf het nog niet te zeggen.
Niet omdat ik denk dat het niet doorgaat, maar gewoon puur omdat ik nog even die goede vibes voor mezelf wil houden. En hopelijk binnenkort met jullie mag delen. Want dat zou echt fucking amazing zijn als het doorgaat. So yeah, dat is even hoe het er nu voor staat. Ik ga even douchen. Ik ga me even klaarmaken voor bed. En dan zie ik jullie morgen. Hey guys, het is vandaag. Wat knap is vandaag? Woensdag. Oh mijn god, ik ben met Anna. Hi. En ik ga nu naar een event van Maybelline. Ik heb geen flauw idee waar het is. Wat kan toch nu? Ja, ik moet echt iets van een max gaan aanzetten ofzo. Ik zeg eerlijk, ik ga je de verkeerde kant op sturen. Dus net hebben we elkaar op het verkeerde station getroffen, super long. Maar we hebben elkaar gevonden. Ik heb me super snel klaargemaakt op kantoor. Want ik heb vandaag heel dag gewerkt. Het is nu ongeveer 4:30. Dus ja, we gaan nu naar het event. Ik ben heel erg benieuwd. Het is mijn allereerste Maybelline event. Van jou volgens mij ook, toch? Het is jouw eerste Maybelline event? Ja. Ja. Dus we zijn heel erg benieuwd. We zien jullie zo. We zijn natuurlijk weer bij dezelfde shop, like always, want ik eet hier altijd. En Anna, je gaat het voor de eerste keer proberen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ja? Oké dan. We zitten te eten en toen zei Anna, hey, ik heb nog een boel voor jou. Super lief, thank you. En vond je het lekker? Hoe vond je het? Ik vond het heerlijk. Ja, mensen denken volgens mij... Heel veel mensen denken volgens mij dat ik het echt promote ofzo, maar ik vind het gewoon echt lekker. Is affiliate toch? Iets koken bij kassa. Was het maar waar. Ik ben net thuis. Ik ben kapot. Wat is dat? Oh, mijn laptop. Oh. Ik ben kapot. Ik ben net thuis. Ik zie er ook niet uit. Dit is letterlijk hoe mijn make-up eruit ziet na een hele middag make-up. Ik weet niet waar die vlekjes vandaan komen, maar hier word je toch helemaal emotioneel van als je dit krijgt. Godverdomme. Ik ben net thuis. En ik lijk geel in de spiegel. En ik ga nu alvast zeggen voor de lieve mensen die gaan commenten. Yeah man, foundation match niet. Komt door deze lampen. In ieder geval. Ik ben kapot. Ik ben net thuis. Man, wat heb ik me zitten irriteren in de trein. Er zijn van die mensen, ja, die knippen hun nagels in de trein. Waar haal je het goren er vandaan? En met nadruk op goor. Maar goed, dat moest even gezegd worden. Ik heb een pakketje binnen van mooi PR. En ik heb een goodie bag gekregen van... Oké, ik moet gewoon mijn make-up eraf halen. Dit kan echt niet. Goodie bag van Maybelline. Ik heb mijzelf, of zij mezelf, die make-up artist heeft mij gematcht. En ik ben de kleur 220. Dus die ga ik uitproberen, want ik moet altijd gekke kleurtjes mixen. Dat hoeft nu dus niet meer. Ik weet niet wat dit is. Ik ga het zo even uitpakken van mooi PR. En ik ga mijn make-up eraf halen, want ik ben kapot. Dat gaan we even doen. Hey guys, het is vandaag. Even kijken. Wat is vandaag? Het is vandaag donderdag, 13 september. Ik heb een lange dag gehad. Vanmorgen heb ik even dingen moeten regelen. Had ik een workshop gegeven. Ik heb eens even snel een look gedaan. Die ik geëdit, geüpload. Ik was naar mijn zusje toe, naar mijn nichtje, naar mijn zwager, met mijn vriend. En ik ben net thuis. Ik vind dat soort dingen niet zo spannend om te filmen. Ik heb wel het idee dat ik heel inhoudloos aan het filmen ben. En ik film liever dingen die echt beauty gerelateerd zijn. Ik weet niet of het raar is. Ik weet niet of ik dan een slechte vlogger ben. Omdat vloggers eigenlijk alles moeten filmen. Maar ik vind het niet zo interessant om jullie dat allemaal te laten zien ofzo. Als jullie het wel vinden, let me know. Morgen gewoon lekker werken op kantoor. In de avond ook weer een look doen. En het hele weekend filmen. Dat zal betekenen dat ik dit weekend helemaal nergens meer naartoe ga. Misschien nog even naar Selma, want Selma, ik zag dat zij een nieuwe kamer had. En ze zei, ik kom dit weekend even checken. Dus misschien ga ik dat nog even doen.
Ik ben net thuis. Ik ben even een vlog van Vera aan het checken. En ik ben net thuis. Ik moet nog al mijn kasten schoonmaken. Als zoals jullie misschien kunnen zien, dat is een hele kleurrijke look. Moet je nagaan, dat is een witte kwast. Dus ik ga alles even schoonmaken voordat ik ga slapen, zodat het morgen lekker fris is voor een nieuwe look. Hallo, hier blijf je. En ik heb vandaag PR ontvangen. Ik heb echt van alles gekregen. Echt mega, mega, mega mooi. Fine Line Crime heb ik een pakketje gekregen met allemaal liquid lipsticks. En twee palettes. Prachtige palettes. Ik ga het even voor jullie uitpakken. Moment. Pumpkin, Posh, Psycho, Wicked, Lana. Dat zijn volgens mij twee metallics. Dan hebben we Red Velvet, Pink Velvet, Lulu en Cherub. En Lulu is echt een hele mooie nude. Dus ik ben hier enorm blij mee. Ik ben zo excited om hiermee te gaan spelen. Hoe gaaf is het dat ik dit mocht krijgen van Lime Crime. Dus dat ga ik even hier terugstoppen. Zodat ik een beetje overzicht hou. Wat is nieuw, wat is niet nieuw. En dan heb ik gisteren een pakketje gekregen van NARS. Dit is, even kijken. Bij deze jouw nieuwe Narcissus Package. Laat de herfst maar komen. Deze fall 2018 collection. Liefs Eva. Eva is echt geweldig. En die doet dus NARS. Krijg ik eruit. Hallo. Er is wat uitgevallen. Nou, ik was dus niet... Ik had het wel op Instagram voorbij zien komen bij Trend Mood. En dat is een pagina die ik in de gaten hou. Met alle nieuwe make-up releases. En daar word ik enorm blij van. Maar ik zag deze inderdaad al. En dit is dus... Nieuwe brow producten van NARS. Dit is een hele mooie... Ga ik even kijken of ik hem met één hand krijg. Ja hoor. Een hele mooie lip palette. Het zijn allemaal lipkleurtjes. Ja, twee enorm mooie oogschaduw palettes. En ik moet wel eerlijk zeggen, deze trekt me wel heel erg hoor. Moet je kijken. Ik ga, als ik inzoom, helpt het iets beter. Die shimmer is toch niet te doen. Super mooi. Allebei super mooie palettes. Deze ga ik even kijken of ik die kan vergelijken met de Benefit Precise My Brow. Dat is mijn favoriete wenkbrauwpotlood. Dus dat gaan we testen. En ik had laten zien dat ik bij Maybelline was geweest. En ze hebben mij gematcht. Dus 220. En ik heb nog twee lipsticks. Mocht ik zelf een kleurtje uitkiezen. En ja, het kon natuurlijk niet misgaan. Twee nudes. Dus dat is wat ik heb gedaan. Dan heb ik nog Luxury Queen lashes gekregen. Bij Mary A. Als ik het goed lees. En deze ga ik ook nog uitproberen. Dus jongens, ik ben weer verwend. Soms zeg ik echt van, soms is het gewoon net als kerst voor mij. Dit went nooit. Ik ben nog steeds zo enorm dankbaar als ik dit soort pakketjes krijg. Het is echt bizar ook nog steeds. Als je wordt ge-emailed door bedrijven van, hey, we willen met je samenwerken. Of we willen je producten toesturen. Daar doe ik het niet voor. Ik zie het gewoon echt meer als een super, super, super mooie plus. Punt. En echt... Gewoon een fucking blessing, laten we heel eerlijk zijn. Dus ja, ik ga hiermee spelen. Laat me even weten in wat voor soort video's jullie willen zien. Ik heb trouwens nog helemaal roze van mijn make-up look van vandaag. Ik weet dus niet of mensen die eerste impressie video's zat zijn. Ik niet. Ik vind ze heel leuk om te doen. Ook omdat ik het vaak verrassend vind en heel spontaan zijn, dat soort video's. Maar ik wil graag weten of jullie ze al zat zijn. I don't know. Misschien ga ik gewoon andere soort video's doen. Let me know. Jullie komen altijd met de beste ideeën. Ik zeg je eerlijk, mijn beste video's komen echt bij jullie vandaan. Hi guys, goedemorgen. Het is vandaag, heb ik iets hier? Nee, oké, okay, ja, nee. Het is vandaag zondag en ik heb niet echt iets meer gedaan. Ik had het zo druk met editen dat ik niet bij Selma langs kon gaan, maar dat ga ik denk ik dinsdag doen. Maar goed, vandaag ga ik niet echt iets meer doen. Ik ben nu alles aan het editen voor, zodat ik weer lekker er tegenaan kan op YouTube. Ik heb er echt heel veel zin in en ja... Volgende week ga ik wat dingen regelen voor dat ding waar ik nog niet over kon praten. Maar nog met jullie ga delen als dat doorgaat. Dus duim voor mij alsjeblieft. Maar ik denk dat ik voor nu deze vlog ga afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Kleine moeite, maar ik zou het enorm waarderen als je je zou abonneren op mijn kanaal onderaan op het rode knopje. Helemaal gratis. En als je dat al hebt gedaan, je weet zelf, I love you, Coco Fam. En ik zie jullie graag weer bij de volgende video. Elke maandag, woensdag en zondag nieuwe video's. Dus heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!